mensen, wat fantastisch dat er weer gekeken wordt naar mijn filmpje met dit rode. Dit is geen appel, het is een paprika. Ik ben hier vandaag niet alleen. Hier staat namelijk een stoel en wederom heb ik een gast uitgenodigd die bij mij in mijn studio of huiskamer, het is maar net wat je wil. Ik wil een studio. Ja, ik kan wel heel moeilijk gaan doen, maar je weet natuurlijk al lang wie het is. Het is Dries Roelvink. Ja, ja, ik kom aan. Dag Dries. Yo! Wow, je hebt een grote telefoon, man. Ja. Waarom heb je zo'n grote telefoon? Fucking grote handen, kijk. Wow! Yo! Ja, tuurlijk. Ja, vandaar dat ik zo'n grote telefoon heb. Oké, nou, dat is een goed antwoord. Nou, vertel eens wat over jezelf. Zeg eens even. Nou, ik ben Nebby. Ik ben 18 jaar. Ik woon in Volendam. En ik maak video's op Instagram. En soort van op YouTube of zo. Ik zeg altijd zeg maar Nabil. Het is Nebby, maar je kan ook Nabil of Nebil zeggen. Nebby. Ja, Nebby, ja. Precies. Ja, zo? De eerste die het goed zegt, ja. Nebby, Kelvin. Nebby. Kilvin. Kilvin. Zou je het zo zeggen? Nee. Oh. Op het moment dat jij op deze stoel zit, dan ben je verplicht om één bepaald ding te doen. Paprika. Ja. Vind je die lekker, hè? Wat de fuck is dat? Nee, even je loopt aan een spier. Nee, grapje. Ik doe het gewoon weer in mijn mond. Dit is fucking lekker. Het is toch lekker? Rustig. Jullie vragen je ongetwijfeld af, waarom is Nebiel hier? We gaan vandaag iets fantastisch doen, namelijk Nebiel. Ja, sorry dat ik je elke nee, keer zo, na, dit is elke keer als perfect. Ik je naam weer uitspreek, dan moet Nebiel zeggen. Nebiel. Oké, okay, als Instagram eindbaas zijnde, maak je natuurlijk Instagram filmpjes. Ja. En dat gaat bijvoorbeeld zo. Dingen die je doet als je op vakantie bent. Ik ben op vakantie. Ik heb zin in lekker eten. Hè? Waarom is er geen boerenkool en geen aardappelen? Typisch herkenbaar op vakantie. Maar ik had iets leuks bedacht voor vandaag. Okay. Ik wil kijken in hoeverre ik de skills heb die jij ook hebt in het maken van Instagram filmpjes. Want ik heb geen skills. Oh. Nee, maar ergens heb je wel skills, want je hebt wel zeg maar meer dan 12 volgers. Ja. Dus ergens kan je het wel goed. Ja. Snap je? Ik heb ja. ook niet echt dat ik doe ook maar wat. Ja. Blijkbaar vind dit het leuk. We gaan over op de orde van de dag, namelijk jij hebt captions bedacht, ja, toch? Ik heb captions. 3. Wat waren die captions? Wanneer iemand vies kauwgom kauwt, verschillende type vrienden en wanneer je niet hebt voorbereid voor een toets. Precies. En jij hebt die dingen bedacht en ja. toen zeiden we tegen elkaar van oké, we gaan allebei daar een Instagram video bij maken. Dat moet je maken via je telefoon en zoals jij het altijd doet, zeg maar. En dan moet je kijken of jij zeg maar de koning bent of dat ik het misschien ook wel kan. Oké, maar hun mogen niet stemmen, want dit is jouw fanbase. Dus wij moeten eigenlijk bepalen. En ik ben eerlijk, ik zeg je, ik ben gewoon eerlijk. Nee, maar mijn kijkers zijn wel eerlijk. Ja, nee, dat maakt me niet uit. Oké, wij zullen dan ook wel, ik zal eerlijk tegen je zijn. Ja, is qua editen, vindt hij dan sowieso. Qua geld zijn, vindt hij waarschijnlijk ook. Nee! Ja, ik probeer het. Nee, ik kan het echt niet. Ik heb net die filmpjes gemaakt en toen zat ik echt dacht van, hoe de fuck, wat moet ik doen? Zullen we de eerste erbij pakken? Ja. Wow, wat heb jij? Een kleine telefoon. Nee, rustig. Rustig. Oké, ik heb een filmpje hier. Maar wil jij eerst of het stempje schaar? Doe jij maar. Nee, maar ik wil niet. Durf niet als eerst. Of wil jij als eerst? Stempje schaar. Oké, stempje schaar. Oké. Ja, jij moet. Oké, kauwgom kauwen. Ik ben fucking spannend. Ik vind het echt fucking spannend. Ik weet niet of het iets is. Ik wil het zien. Ik weet niet of het iets is. Doe gewoon. Ja, zeker? Yeah. Ik voel me echt een retard. Ik ben ook een fucking retard. Ja, maar ik weet niet. Het is eerst grappig, denk ik. Deze is wel zeg maar het meest random van alle. Ja, oké. Kijk lekker mee, kijkers. Dit was grappig. Ja, vond je hem grappig? Maar dit is echt fucking dom. Nee. Deze van jou. Deze was heel hoezo fucking... is deze? Omdat die zo random is. Super dom is deze. Ja, nee, maar daarom is het juist grappig. Bij mij zie je gewoon dat ik te veel moeite heb gedaan met de grap verzinnen, snap je? Ja, nee, was niet erg. Maar ik ben wel blij dat je erom moest lachen. Nee, ik vind het grappig. Ik zat letterlijk bij deze, vond ik echt moeilijk. Ik zat echt te denken en ik dacht, oké, ga gewoon zeg maar random geluiden maken. Ik heb zelfs op Google grappen over kauwgom opgezocht en ik kon niks vinden. Echt waar? Ja. Oké, we gaan. Oké. Ik wil het zien. Stel je voor, je hebt 9 maanden een kind gedragen, veel pijn gehad tijdens de geboorte en dan blijkt je kind zo kaag om te kauwen. Ik zweer, ik zou jou echt laten adopteren als je mijn kind was, hè? Is it too late now for adoptie? Want je smacht kapot en... Wat de fuck is dit nou weer? Wat heb je gemaakt? Ik was zo random, ik had niet eens plaatsen. Zeg maar wel pluspunten voor je random ass parodie liedje. Ja. Kijk, je lacht er wel om. Ja, ik vind, omdat ik het gewoon dom is. Ik vind je adoptie ding, gewoon zeg maar je Justin Bieber ding, zo onverwacht. Ja, en dus dat maakt het wel goed. Ja, thank you. Thank you, sir. Maar wie was dan het beste? Ik zei al in het begin, ik vond die voor jou leuker. Ik ja. misschien ook wel. Oké, top. Klinkt echt fucking kut. Ja, ik vind ook dat de kijkers mogen meebeslissen trouwens. Wij kunnen natuurlijk... Ja, ja, ja.
mening geven. Je mag mee beslissen. Maar kijk, best je mag ook, niet. Je mag alles zeggen wat je wil. Misschien vinden ze jou wel grappiger. Nee, ik zweer het je. Ja, maar ik denk. Wat is daar nog grappiger? Dat is grappig. Dit is hoe finance in Amerika het ook doen. Oh, echt? Het is gewoon lekker simpel, lekker makkelijk en grappig gewoon. Volgende caption was: verschillende soort vrienden. Ja. Daar mag jij aan zitten. Vond je deze moeilijk? Nee, ik vond het makkelijk, denk ik. Vind jij wel een aardige jongen? Nabi! Thanks. Mag ook wel eens gezegd worden. Ook aardig, mijn eten geeft. Hey, what the fuck? Doe normaal, stop eens. Oké, stop. Ja, beter voor je en beter doe je het niet nog een keer. Hey, jongens, hey. Heb je al gehoord over Maurice? Hij gaat met Chana. Hey, jongens, luister. Dat groepje daar, hoor, ze kijken naar ons. Hey, wat kijk je dan? Wat kijk je? Wil je vechten of zo? Jongens, kom, we gaan een propje op die man gooien. Nee, doe normaal. Gedraag jullie. Dat doe je toch niet? Doe gewoon normaal, man. Hey, kom, we gaan naar Haag terug. Nee, we gaan gewoon naar Amsterdam. Oh, okay. Ja, is goed. Kom, we gaan nu even naar Mackie wat eten. Jongens, ik ga niet. Ik ga naar huis. Hoezo? Waarom? Ja, echt, hè? Waarom? Ja, ik heb niet zo zin. Ik heb ook niet echt honger of zo. Je hebt gewoon geen geld. Klaar. Klopt. Ja, man, helemaal. Klopt. Voor de rest, maar ook, helemaal niet zo toeval. Veel verschil. Maar hey, had je al gehoord over die ene? Ja, ik heb het ook gehoord. Deze hoeft hier niet grappig te zijn, trouwens. Dit is meer herkenbare shit. Ja. Dit is niet verschillende soorten vrienden, maar ik heb verschillende soorten vrienden in vriendengroep, zeg maar, gemaakt. Ja, nee, zeker. Ik vond hem wel grappig. Wie ben jij van hun dan? Vroeger was ik degene waar niemand naar luisterde. Was de laatste. Het buitenbeest. Niet het buitenbeest, maar niemand luisterde altijd naar mij. Ik wou altijd wat zeggen, maar niemand niet meer praten. Maar nu ben ik, even kijken. Ik ben gewoon de baas. Ik denk dat ik deze leuker vond dan die andere. Ja, ook omdat ik die andere nu alweer ben vergeten. Oké, ik heb ook een filmpje gemaakt. Ik ga niks zeggen. Ik wist niet hoe je zeg maar. Jij hebt gewoon ook tekst ingesproken en dat er overheen gelegd. Ja, en dat heb ik dus voor jouw huis snel gedaan. Omdat ik het nog niet had gedaan. Dat was vergeten. Ja, maar ik wist niet eens hoe dat moest. Dus ik heb dat sowieso niet gedaan. Oh, heel makkelijk. Maar ja, is goed. Ik heb een beetje jouw video, maar dan best wel een versimpelde versie. Gewoon best wel kut. Maar misschien is hij wel grappig. Yo, guys. Hey, lachen man. Sorry dat ik gisteren niet mee uit kon. Maar ik was gewoon moe, weet je. Maar jullie waren laat terug, gasten. Hoe was het? De overdreven vriend. Ah, dude, jongen, je hebt echt wat gemist, grap, jongen. Al deze flessen dranken, shit, die bitches en zo, jongen, dat was niet normaal, grap. Ik was dronken, jongen, iedereen was helemaal wakko, man, joh. Ah, je hebt echt wat gemist, jongen. De brave vriend. Als je mijn ouders vragen wat ik heb gedaan, dan heb ik echt niks gedaan. Ik heb echt geen drank gedronken, geen drugs gebruikt. Ik heb echt, helemaal niks. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik ben gewoon meteen geslapen. Dat heb ik gedaan, oké, allemaal? De alcoholiste vriend. Alles gaat over drank. De agressieve vriend. Oeh, echt, jongen. Dat was eens gozer, jongen. Ik klap hem op zijn bek, jongen. Dat was niet normaal, jongen. Hij kijkt naar mij. Ik stop, stomp, jongen. Ik pak mijn messen, jongen. Ik chop die gast, jongen. Helemaal kapot, jongen. Dat is niet normaal, jongen. De suïcidale vriend. Ik drink nooit meer. Oké, wat ik moet zeggen over deze video. Hij is wel leuk. Alleen stel dat ik zo zou doen in video, zouden mensen me uitschelden voor mijn goal. Uitscholden, what the fuck. En maar wat je zeg maar hebt gebruikt als de types, wat voor vrienden het zijn, vond ik wel dat je origineel bent geweest. Oké. Ik vond toch mijn video beter. Ik denk het op zich ook. Ik zat hier een beetje paprika te eten. Toen luisterde ik zo naar mijn eigen video. Toen dacht ik, wat eigenlijk een kut video. Het is echt een kut video. Hey! Dat is niet aardig. Mijn video heeft gewonnen dit keer. Nabil heeft gewonnen! Mensen, het staat officieel tussen ons twee 1-1. Dit gaat de beslissende video worden. Natuurlijk gaan we nu ruzie krijgen. Nee, ik ben gewoon eerlijk. Als ik iets beter vind, dan verlies ik maar, weet je. Ja, nee, maar goed. Maar straks vind jij mij beter en ik jou beter. En dan? Oh ja, dan is het. Dan hebben we een probleem. Ja. Ben je klaar voor? Ja. Alsjeblieft, geniet van het filmpje. Goedemorgen kinderen, leuk dat jullie er zijn. Goed dat jullie er zijn ook vooral, want zoals jullie weten is het vandaag tijd voor de eindexamentoets Nederlands. Heel belangrijk. Ik pak even de toets en dan kunnen we gaan beginnen. Eindexamentoets? Oh, fuck. Heel even, één momentje. Ik ben even de toets... Nog één klein momentje, kinderen. Blijf op je plaats zitten. Eén momentje. What the motherfucker! Kijk. Klas, we kunnen beginnen. Kelvin is vandaag ziek. Oké, okay. Nou, let's go. Fuck. En? Je hebt gewonnen. Maar je lachte niet, hè? Jij moest heel even... Dit was nee, jouw lach. Nee, maar ik vond het leuk hoe je alles... Nee, maar weet je wat het is? Mensen verwachten dat elke video die we maken dat het grappig moet zijn, maar het kan ook herkenbaar zijn. Nee, hoe je dit in elkaar hebt gezet, wat je precies hebt gedaan, zeg maar, door uit die stoel rolde en zo. Ja? Ja, ik vind het beter voor mij, want ik heb echt geen moeite gestoken in deze video. Nee, maar nu verpest je het al. Voor jezelf, iedereen. Oh ja, ik had het beter hierna kunnen zeggen. Oké, maar ik ben wel... Ja, ik weet niet of ik die... Jij hebt deze al gepost, maar ik wil hem nog een keer checken. Ja, ik dacht dat je toch geen moeite in je eigen video's ging steken, dus ik dacht, oké. Ja, ik vond het gewoon leuk.
is. Lieve leerlingen, het enige dat jullie nodig hebben is een pen. Want zoals jullie weten hebben we nu een toets. Wacht, toets? Ja, we hebben een toets. Dit weekend gefeest, gechilled met vrienden. Overal en nergens geweest, maar niet geleerd. Meneer, ik voel me niet lekker. Ik ga muziek melden. Doei. Hallo, doei, groet aan je moeder. Deze heb je al gezien. Zeg maar, het grappigste van de hele video vind ik... groeten aan je moeder. Ja. Maar ik vind het oprecht lastig om nou te beoordelen of ik hier beter in was. Want ik weet het niet. Ik kan mijn eigen shit nooit beoordelen. Ik ook niet. Ik vind oprecht... Nabil? Nabil! Nabil! Kelvin! 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 Juist. Ik vind oprecht dat we deze het beste gewoon aan de kijkers kunnen overlaten. Dat denk ik echt. Ik denk oprecht dat mijn kijkers jou misschien wel grappiger vinden. Nee. Qua Instagram ik durf te zweren, ja, 100% dat Kelvin gaat winnen. En niet alleen omdat jullie zijn fanbase zijn, maar hij heeft gewoon, je ziet gewoon dat hij wat meer moeite heeft gestoken in de video's, ook al zegt hij van niet. Ja. Lekker grap. Mensen, laat in de comments weten wie jij vindt dat de strijd heeft gewonnen. Onwijs bedankt voor het kijken, Nabil. Ik vond het leuk dat je er was. Thanks. Wil je dan meer van Nabil zijn hilarische filmpjes zien? Dat kan. Door naar zijn Instagram te gaan of naar zijn YouTube. Ja, volg me op Instagram en YouTube. En voor de mensen die deze video checken en niet geabonneerd zijn op hem. Ja, spookkijkers. Jullie moeten gewoon abonneren. Inderdaad. Ja. Spookkijkers. Spookkijkers. Bedankt voor het kijken, mensen. Ik hou van jullie. Eet zoveel mogelijk paprika's als je kan. En we gaan ook wel lekker gewoon de volgende keer ook weer lekker met z'n allen lekker doen. Doei, dag. Peace.